Allemaal erbij! Oh. Kan lekker liggen? Your first 100 million. En dan gaan we straks wel even ouwe hoeren in die vlog. Zo, net geland jongens. Op naar next level. Een rock. En dan is het kill, kill, kill. Volgende keer dat jullie ons zien zijn we... Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag de dag dat Nick dus weggaat voor een week. En ja, dat. En ik ga hem missen. Jullie zullen wel denken, wat doet deze gozer nou zo op de vlog? Ja, ik vind het ook koud. Het ziet er van de auto. Allemaal erbij. Ja, ja, ja. Onderweg naar Guthrie Castle, Schotland. Deze week over van Mary Lou. Jullie zullen mij volgen op mijn trip samen met mijn maat Pieter naar het seminar van Dan Pena. Onze mentor, onze coach die ons het zakelijk succes moet gaan brengen. Dus we gaan jullie meenemen daarin. Oké, tot later. Zo, net geland jongens. Aberdeen. Scotland. Dus we gaan nu even terug naar de bagageband. Als we weten waar die is. Ja. Taxietje pakken. Gaan ervoor. En gaan. Wel apart, we hadden het er net over dat ze hier links rijden. Dat is nog wel even wennen. We hebben maar besloten om een taxi te nemen in plaats van een auto te huren. We gaan nu lekker een broodje eten. En naar het hotel. Zijn we dan de eerste dag aangekomen in Schotland. We zitten in Arbroath, 20 minuutjes van het kasteel van meneer Pena. Morgen 3 uur wacht hij ons op het kasteel voor de business seminar. Ik ben heel benieuwd wat we daar gaan aantreffen en uiteindelijk wat we daar vooral uit gaan halen. Wie nou het allemaal? De grote dag. De eerste dag van het seminar. Goed slapen. 8 dagen aan de bak. Op naar het next level. Wat is het? Goedemorgen allemaal. Vandaag de grote dag. Zin in, Piet? Zeker. Volgende keer dat jullie ons zien, zijn we dressed. Head up. Ik doe al eerst even gewoon even de omgeving, weet je? En dan gaan we straks wel even ouwe hoeren in die vlog. We're upstairs, ja. Piet, hoe vind je het? Dit is heel erg gebeurd. Niet normaal, hè? Ja. Vanavond worden we hier ontvangen. Glaasje champagne erbij. Arrival night. Gaat gebeuren, jongens. Leuke groep. Ja, leuke groep. Verschillende nationaliteiten. Niet normaal, hè? Kan lekker liggen? Achter me zie je zijn leuke wagens. We hebben net even een rondje door het hotel gemaakt. Een rondje over het gigantische terrein waar het hotel op staat met 9 holes om te golven hier. We verblijven daarachter in de cottages waar normaal de chauffeurs verblijven. Ja, amazing. 55 kamers stelt het kasteel. Bizar. Hey guys. Goedemiddag, Pena Seminar, waar ik zeker een jaar naar uit heb gekeken. Jullie hebben net gezien hoe indrukwekkend dit kasteel is. Indrukwekkende auto's, indrukwekkend landschap, geweldig grote tuin, mega impressive. Vandaag een seminar gehad. Het seminar vooral gaat over de eerste paar dagen, over je mindset. Hoe ga je om met bepaalde situaties? Hoe ben je opgevoed? Waar kom je vandaan? Welke dingen heb je meegemaakt? Vooral eigenlijk...
wie ben je geworden vanaf je geboorte? Op wat voor manier is dat eruit gekomen? En vooral de eerste twee dagen een hoop gescheld dat we helemaal niks voorstellen. Dat we kant zijn, dat we meathead zijn, dat we weet ik veel wat zijn. Maar laat je vooral nadenken over de dingen die je niet hebt gedaan, waar je spijt van hebt. Ja, zo min mogelijk regrets te hebben. Als je aan het einde van je leven zegt van hey, dit is wat ik heb gedaan en ik heb er geen spijt van. Je zal nooit helemaal geen regrets hebben, helemaal geen spijt hebben van dingen. Maar die moet je wel minimaliseren. En dat is wat Dan eigenlijk hier doet. Bezig bent met bereiken van je doelen. Eigenlijk be all you can be. Dat is ook het motto van Dan. Onderdeel daarvan in Dan's ogen is wees zo succesvol mogelijk. Haal alles uit het leven. En ja, Dan zegt het al. Geld is niet het allerbelangrijkste. Want het allerbelangrijkste is en blijft je gezondheid en vitaliteit. Maar geld is wel het enige wat gemeten wordt. En waar mensen continu mee bezig zijn. Of je het nou wel hebt of niet hebt. Geld is belangrijk. Als we gaan eten, er staan 6 bedienden. 2 butlers staan er continu om je heen. Sowieso de hele dag in pak met stropdas. Vind ik geen probleem, ben ik wel gewend. Maar ook 's avonds bij de films, huiswerk wat we moeten maken. En tijdens het diner, soerdap, in pak, met stropdas. Dus de hele ervaring, de hele setting. Het maakt je, hij is je klaar aan het stomen voor succes. Ik heb de eerste 2 dagen echt nagedacht van ja. En ik was al vrij ver in mijn persoonlijke ontwikkeling. Michael Pilacic geweest, veel boeken gelezen, veel YouTube video's van Dan gekeken. Huiswerk gedaan, voorbereid. Maar dan kom je hier en dan zie je al die dingen en dan is dit toch wel andere koek. Dus die eerste 2 dagen was ik vooral bezig. Ja, wat heb ik dan bereikt? En natuurlijk alles wat ik heb bereikt is mooi. Alleen het is voor mij niet next level. Volgende stap. En dat is wat ik hier wil bereiken. En vooral de financiële kant. Hoe ga je nou zorgen dat je die deals binnenhaalt? Hoe zorg je nou ervoor dat je de deals vindt? Wie heb je nodig? Want je kan het nooit alleen. Wat zijn je doelen? Wat zijn je dromen? Morgen is graduation night. Dus dan zul je een verrassende kledingdracht zien. En dan is het kill, kill, kill. Goedenavond inmiddels allemaal. Vandaag de laatste dag gaat op het seminar. Pittige week. Hoop geleerd. Hoop na moeten denken. Klaar om ja, de wereld te gaan veroveren zoals Dan het zegt. Klaar om het plan uit te gaan voeren die we hier hebben moeten maken. Is het traditie om in smoking jasje, vlinderdasje en een kilt, dames en heren. Een kilt. Voelt toch wel een beetje vreemd aan. In een soort van ja, een rok. Gisteren onze graduation night gehad, een mooie fles whisky gekregen. Ja, Q&A programma, het seminar die we hebben voltooid. Het boek van meneer Peña, Your First 100 Million. Ik kan alleen zeggen dat deze 8 dagen enorm mijn leven heeft veranderd. Hè. Zowel op financiële kennis als op kennis van zaken doen. Als je ideeën hebt, ga ervoor, voer ze uit. Onderneem actie, kom in actie, bedenk een plan en uiteindelijk actie, actie, actie. Het is niet dat je zomaar even behaalt wat je wil halen. Maar daar zou je alles aan moeten doen. Daar zou je keihard voor moeten werken. Daar zou je alles aan moeten doen. En dat maakt het verschil tussen een high performer, zoals Dan het noemt. En de gemiddelde eigenlijk. En dat bedoel ik niet lullig. Maar dat heeft er wel mee te maken waardoor de een veel succesvoller is in het leven dan de ander. En dat was ook de reden waarom ik hier naartoe ben gekomen. Om leren, dan kun je het maar beter leren van de beste. Bedankt in ieder geval dat jullie mij hebben gevolgd op mijn op mijn proces, op mijn reis. Hierna zal Mary Lou het gewoon weer overnemen. Dus dan zul je me af en toe nog wel voorbij zien komen natuurlijk. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken. En leuk dat jullie het hebben gevolgd. Ciao.